Als de stemming niet altijd al op haar best is in Tilburg, dan is hij dat nu helemaal. Nog een beetje aangesterkt door de keiharde muziek hier uit de stadionspeakers. Bij Groningen 4 wijzigingen in de basisopstelling. Te Wierik geschorst na zijn rode kaart tegen Heerenveen. Van Hintem speelt. Links achterin een debutant. Ja, Kelly, 20-jarige Zweed. Sverko is ziek. Strand Larsen is juist weer beter. Die staat voor het eerst in de basis voorin. En ook Irandust begint in de basis. Owusu gooit er maar eens in. De kopbal gaat net naast. En hier verspeelt Groningen de bal. Is hier Vriet en is het 1-0 voor Willem II. Superstart voor de ploeg van Grim. Geholpen door Duarte, die hier aangespeeld wordt en heel veel ruimte heeft om te draaien, maar dat niet goed doet. En dan is het Vriet die hem onder Leeuwenburg doorschiet. Goede combinatie. Elankouri is er langs bij Sadiki. Die houdt vast. En dan zou dat wel eens de eerste gele kaart van de wedstrijd kunnen zijn. Ja, Manschot heeft hem al vast. Soeslof. Stuiterbal. Oh, losgelaten. En dan de rebound nog voor Strand Larsen. Maar die schiet hem tegen Wellenreuter aan. Keun. Applaus voor Jensen namens Grim. Dat daar uiteindelijk de ruimte werd gevonden. Wat levert het Willem II op? Keulert. Vriet. Zaglam. Terug naar Vriet. Krijgt hem voor. Dat is een goede bal. En dat is 2-0. Sadiki. Een aanval die eigenlijk helemaal achterin begint bij Willem II. Waar geduldig wordt gezocht naar de ruimte. Die wordt niet voor het eerst in deze wedstrijd aan de linkerkant gevonden. Zaglam en Vriet combineren. Dan lijkt dit bijna niet te doen, maar Vriet krijgt hem voor. En Sadiki schiet hem binnen via Joosten. En Willem 2 op 2-0. Duarte was goed. In één keer naar voren. Een Gonga. Kelly. Joosten. Maar eens proberen Joosten, maar dit is geen probleem voor Wellenreuter. Overname Elankouri. Daar neemt Willem II risico. Elankouri had dat heel goed gezien dat Wellenreuter zo ver voor zijn doel stond. Joosten. Een doelpuntje zo op de valreep kan Groningen natuurlijk in de wedstrijd helpen. Daar was bijna Strand Larsen. Na een uitstekende paas van Irandust. Vriet krijgt hem met een beetje geluk mee. De vlag is omhoog. Ja, Manschot laat doorspelen. Vriet schiet hem dan op Leeuwenburg. En dan alsnog het fluitsignaal. De nieuwe directe tegenstander Shane Unnerly. Oh, daar gaat het mis en daar is de aansluitingstreffer van Soeslof. Leek al vrij onschuldig, de terugspeelbal. En dan laat hij van zijn voet springen. En speelt hij iemand in die helemaal niet vrij staat. Ja, daar profiteert Soeslof van. Hier is Willem II weg. Vriet kiest positie en die bal karamboleert bijna binnen. Bij Willem II zeggen ze Hens. Ja, vooral Jonk zegt dat. En Gonga. Jonk is hem kwijt. Daar is Soeslof weg. Hier zit muziek in voor Groningen. Daar is de kans voor Abraham. Het is een goede aanval van Groningen.
Joosten naar Dankerlui die er overheen komt. Al gemist door de Leeuw. En het blok van Sadiki bij Abraham. Nuttig blok. Soeslof. En dan Koeri met de voorzet. Posten maar niet, de Leeuw wel. Maar die had daar niet direct op gerekend. Erin geschept door Elan Koeri, dan mist Postema hem eigenlijk. Daar raakt de Leeuw een beetje van in de war, waardoor hij hem verkeerd raakt. En er komt een droge bal aan voor Van Hintem. Kijk, bij Willem II zeggen ze, wat is dit nou? Maar met deze bal komt hij ook een heel eind, Van Hintem. En nu wel een Reuter. Het is de droge ballen, meneer. Werd hem niet in dank afgenomen door de Willem II-bank. Roemaratu. En nu Willem II eruit. Met Svensson. Svensson! Abraham. Schept hem richting Duoda, daar bij de tweede paal. Het is een Gonge. Willem II wint met 2-1 van FC Groningen. Luid gejuich barstte los. Het is nog hommeles bij Wellen Reuter daar. Geef maar aan hoe zwaar bevochten deze wedstrijd was. Hoe zwaar bevochten deze zege voor Willem II uiteindelijk is.